De tijdmachine. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Louis, kom nou. Het eten wordt koud. Wacht even, Hattie. Ik kom zo. Verdorie, die man lijkt wel bezeten. Als hij het in zijn hoofd heeft, is er geen land mee te bezeilen. Geen goed woord mee te praten. Kom nou toch! Ik kom al! Hé, eindelijk. Wie is het? Wie is het? Wat, wie is het? Ja, je zei toch dat het telefoon was? Ik heb helemaal niet gezegd dat het telefoon was. Oh, ik dacht ook al. Ik heb je gezegd me niet te steuren. Maar je moet toch eten? Huh? Ja, natuurlijk moet ik eten. Waarom heb je me dan eigenlijk wel geroepen? Om te eten, natuurlijk. Hebben net gegeten. Oh, ik ga nog eens met een professor trouwen. De laatste keer dat we gegeten hebben is alweer 6 uur geleden. Oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht... Ja. Nou, wat eten we? Biefstuk van de haas met spruitjes. Jij lust toch helemaal geen spruitjes? Ja, ze horen nou eenmaal bij haas. Ja, bij wilde haas lust ik trouwens ook niet. Eet nou maar op. Proef het toch niet. Je hebt toch je hoofd er niet bij. Nou ja, neem me niet kwalijk. Smakelijk eten. Huh? Oh, ja. Smakelijk eten. Zie je wel. Helemaal koud. Wat is koud? Het eten. Zie je wel dat je het nog niet eens proeft? Ik proef het best, het is lekker zo. Wat denk je aan? Huh? Oh. Ja, er zijn nog een paar problemen. Is het nou strikt noodzakelijk die tijdens het eten op te lossen? Waarom kunnen we hier toch nooit eens normaal leven? Normaal is of een paar uur gezellig bij elkaar zijn. Eens naar een restaurant gaan. Kijk je de stad in. Wat plezier maken, wat luxe. Je kunt toch kopen wat je hebben wilt? Daar gaat het niet om. Er zijn stapels collega's van je die wel hun vrouw eens een keertje mee uitnemen. Die wel van het leven weten te genieten. Die zijn niet aan een experiment bezig, zoals ik. Waarom moet jij nou juist wel een experiment bezig zijn? Is het je niet genoeg om aan de universiteit je studenten op te leiden? Dat is je taak. Ja, natuurlijk. Ja. Doe ik toch ook? Dat doet hij ook. Zeg iets. Wat is er? Waar zat jij gisteren? Ik weet niet. Vermers heeft opgebeld. Wat, de rector? Ja, hij wil weten waar je uithing. Je werd verondersteld college te geven. Of was je dat misschien ook alweer vergeten? Ja, natuurlijk, ja. Spijt me. Je hoeft je tegenover mij niet te verontschuldigen. Ik zal de telefonades van die man met dat giftige stemmetje wel over me heen laten gaan. Nou? Waar zat je? Ja. Ik ben naar Parijs geweest. Naar Parijs? Jij? Ja. Kan dat dan niet? Wat moest jij in Parijs? Het interesseer jij je voor mijn werk tegenwoordig. Ja, Parijs, dat doet maar. Je mij eens niet mee kunnen nemen. Ik wil er ook wel eens uit, Louis. Weet je wat jij had moeten doen? Je had met een van die gezellige collega's van mij moeten trouwen... die op de universiteit de kantjes eraf lopen... en de vrije tijd die ze dan overhouden. Dat is een heleboel, dat zweer ik je. Besteed aan uitgaan, pret maken. En gezelligheid. Zo'n volzin heb ik in maanden niet van je gehoord. Je hebt nog steeds niet gezegd wat je daar in Parijs hebt uitgespookt. Of gaat me dat soms ook niet aan? Ik ben naar Courcelles geweest. Vreemde naam voor een meisje. Courcelles is geen meisje. Kroeg dan. Hattie, hou nou op. Ik weet best dat ik de laatste tijd een beetje weinig aandacht aan je besteed, maar heus, we zijn bijna klaar. Als het af is, gaan we er eens een poosje uit, met z'n tweeën. Wie is Courcelles?
professor aan de Sorbonne, fysicus. Oh. Hoe ben je gegaan? Vliegen? Ja. Nou, je hebt er heel wat voor over, hè? Voor dat experiment van jou. Meer dan voor je vrouw. Reisjes naar Parijs. Ik krijg geld van de universiteit voor dit onderzoek. Zo'n plezierreisje zal er wel aardig in hakken. Het was helemaal geen plezierreisje. Ik moest hem spreken, ik had zijn raad nodig. Dus de haak is, ik heb hem uitgenodigd. Binnenkort komt hij naar Nederland om een uitvinding te bekijken. Je uitvinding. Iedereen mag naar je uitvinding komen kijken, behalve ik. Spijt me, maar het is nog eenmaal belangrijk. Zo belangrijk dat het het beste is dat er zo weinig mogelijk mensen van op de hoogte komen. Overschat jij jezelf niet een beetje? Misschien. Als je maar wel morgen naar je werk gaat. Geen zin om die Vermeers nog eens aan de telefoon te krijgen. Ze zo langzamerhand niet meer weten wat ik zeggen moet. Ja, natuurlijk. Ik ben zo langzamerhand al een beetje aan mijn studenten verplicht. Als je me dan wel vanavond wil laten deurwerken. Ik wil verder niet meer gestoord worden. Begrijp je? Oh, blijf je weer de hele avond en de halve nacht naar beneden zitten prutsen? Gezellig. Ja, spijt me. Is er koffie? Ik zal zo zetten. Breng het je wel beneden. Nee. Ik heb je gezegd dat ik niet gestoord wil worden. Krijg je geen koffie? Ook goed. Tot straks. Ja, tot straks. Benieuwd wanneer ik je weer eens terugzie. Geheimzinnige doenerij. Wacht maar. Hallo? Ik wil juffrouw Vollers even spreken. Juffrouw Katja Vollers. Ja, daar spreek ik mee. Ja, mevrouw Burke hier. U bent toch de secretaresse van mijn man, nietwaar? Ja. Er is toch niets met meneer Burke? Niet dat ik weet. We missen hem al een paar dagen, zie ik. Ik mis hem al een paar maanden. Oh. Is hij niet thuis? Laat u maar, juffrouw. Maar waarom belt u dan eigenlijk? Kan ik iets voor uw man doen? U kunt iets voor mij doen. Mijn man zit nu al weken en weken beneden in de kelder ergens aan te prutsen. En als ik hem vraag wat hij eruit voert, dan krijg ik niks anders dan ontwijkende antwoorden. Hij zegt alleen maar dat het geweldig belangrijk is wat hij doet. En geweldig geheim. Dat zou best kunnen, mevrouw. Uw man is tenslotte niet de eerste, de beste. Hij heeft al heel wat wetenschappelijke vindingen op zijn naam staan. Weet u nog wel, de verbeterde atoomotor? Oh, spaart u me die opsommingen, juffrouw. Wat hij gedaan heeft, dat weet ik wel. Ik wil nu weten waar hij op het ogenblik aan bezig is. Ja, dat kunt u beter aan uw man zelf vragen. En als hij het u niet wil vertellen, dan zal hij daar zijn redenen wel voor hebben. Het gaat tenslotte om een belangrijke uitvinding. Dat heeft u zelf al duidelijk gemaakt. U hebt wel een hoop op met mijn man, hè? Hoe bedoelt u dat, mevrouw? Precies zoals ik het zeg. Het spijt me dat ik u moet teleurstellen, maar... Oh, hemel, nee. Daar denk ik helemaal niet aan. Arme Louis, waar zou je de tijd vandaan moeten halen? Nee, ik bedoel, wat zijn werk betreft. Inderdaad, mevrouw. Ik ben blij dat ik voor zijn eminent geleerde kan werken. Dus u weet waar hij mee bezig is? Ja, dat... ja, weet u het of weet u het niet? Ja, natuurlijk weet ik het. Tenslotte moet ik hier al zijn correspondentie verzorgen, zijn bestellingen doorgeven, zijn afspraken. Waar is hij mee bezig? Het spijt me, mevrouw. U wilt het me dus niet zeggen? Ja, u moet begrijpen. Oh, ik begrijp genoeg. Ik begrijp dat deze secretaresse meer vertrouwt dan zijn eigen vrouw. Maar, hartelijk dank voor uw inlichting, juffrouw. Goedenavond. Kijk eens aan, daar hebben we waarachter professor Burke. Tijd niet gezien, wat verschaft me de eer. Ja, u moet begrijpen... Ga zitten, kerel, ga zitten. Sigaar? Ja, dank u. Nee. U hebt naar me gevraagd. Kijk eens even aan, dat is u dus niet ontgaan. Ja, ik heb naar u gevraagd. Ik dacht, als ik dat niet doe, zie ik hem misschien nooit meer. Waar heb ik dat sarcasme aan te danken? Aan te danken? Vindt u zelf ook niet dat u de laatste tijd wel wat erg weinig college hebt gegeven? Ik heb voor een volwaardig assistent gezorgd. Ja, anders zou het helemaal fraai zijn. Maar dat is nauwelijks een excuus. En vindt u zelf ook niet dat uw onkostenrekeningen de laatste tijd een beetje de spuigaten uitlopen? Ik heb begrepen dat de universiteit mij de financiële mogelijkheden zou verschaffen om mijn onderzoek af te ronden. En vindt u zelf ook niet dat de resultaten van dat onderzoek wat lang op zich laten wachten? Ik leg op het ogenblik de laatste hand aan mijn uitvinding. Er zijn nog een paar kleine onvolkomenheden. Maar die hoop ik in samenwerking met mijn collega Courcel op te lossen. Courcel? En dan kunt u... die idioot die nergens meer een poot aan de grond krijgt. Je wilt me toch niet vertellen dat je daarom van de week naar Parijs gevlogen bent?
Jawel. En ik geloof dat de Sorbonne hem ten onrechte heeft laten vallen. Die man is geniaal. Wat je me geniaal noemt. En wat moest je in Stockholm? Ik heb het werk van Söderström bestudeerd. Zijn nagelaten papieren doorgekeken. Nog lang niet alles was gepubliceerd voor zijn dood. Goed, goed. Maar laten we tot de zaak komen. Waar ben je mee bezig dat zoveel tijd en geld kost? Dat zou ik liever pas vertellen als het klaar is. Geef mij nog 1 week de tijd. Waarom zo? Heb ik u in het verleden ooit reden gegeven tot wantrouwen? U krijgt uw uitvinding. Dat hoop ik van harte, waarde collega. Ik word ook op mijn vingers gekeken. De politici willen maar al te graag beknibbelen op de overheidsuitgaven. Het is ons dus geraden dat we met iets uit de bus komen waar Edison en Pasteur nog maar kleine jongens bij zijn. Ik denk dat ik u al heel gauw resultaten kan laten zien. Als ik eerst maar met Courcelle heb kunnen overleggen. Doet me plezier dat u me zo goed begrepen hebt. Resultaten wil ik zien. Ik zou de naam van onze universiteit graag met eerbied genoemd zien in de wetenschappelijke publicaties over de gehele wereld. Het gaat mij meer om de wetenschappelijke onderzoekskant en om de resultaten. Dan vullen we elkaar mooi aan. En, oh ja, laat dat wetenschappelijk onderzoek u niet verhinderen deze week toch een paar colleges te geven. Persoonlijk graag. Hallo, Louis. Dag, lieve Katje. Eindelijk weer boven water. We hebben je gemist, Louis. Ja, dat zal wel. Is er iets? Nee. Oh, nee. Voor mij zit weer achter me vol. Hij vindt dat het tijd wordt om met de eer te gaan strijken. Hij wil mijn uitvinding aan zijn zegenkar binden. Maar hij heeft geen flauw benul van mijn werk. Dan mijn vrouw. Ja, ik weet het. Ze heeft opgebeld. Wat? Waarom? Gisteravond. Ze wou weten waar je nou eigenlijk mee bezig bent. En wat heb je gezegd? Niks natuurlijk. Dat hebben we eraf gesproken. Ik had bijna medelijden met haar. Met het hoef je anders geen medelijden te hebben. Die is mans genoeg. Ja, maar ik kan me zo voorstellen. Ze is natuurlijk zo nieuwsgierig als ik weet niet wat. En ze kan het niet hebben dat ik het wel weet en zij niet. Je zou liever zien dat ik mijn werk opgaf. Louis. Stem maar. Natuurlijk ga ik door, zo vlak voor het einde. Is je machine bijna klaar? Ja, nog een paar kleinigheden. Maar daar zal Courcel wel raad op weten. Hij komt volgende week hier. Ik verwacht ieder ogenblik een telefoontje. Als hij belt, wil je dan roepen, ook al geef ik college. Ga je weer college geven? Ik dacht... Vermerst staat erop. Nou ja, misschien heeft hij wel gelijk. Wat staat er op het programma voor vanmiddag? Laatste jaar technisch ingenieur reversibele processen. Nou, ik zal me daar maar op voorbereiden. Met de secretaresse van professor Burke. Ja, kan ik de professor misschien even persoonlijk spreken? Wie kan ik zeggen? Courcel. Courcel uit Parijs. Ah, ja. Ja, een ogenblikje, meneer Courcel. Louis, hier is hij. Huh? Wie is er? Courcel. Wat? Zeg het dan meteen. Kom hier. Ja, hallo, Jean. Louis hier. Ah, hallo, Louis. Ça va? Ja, en jij? Uitstekend. Ik geloof dat ik het al gevonden heb. Wat gevonden? Hoe je die machine van jou in orde kan krijgen. Je hoeft alleen maar de polariteit te veranderen. Niet door de telefoon, Jean. Kun je de volgende week komen? Dan kunnen we die verandering meteen uitproberen. Ik zou het prettig vinden als jij erbij kunt zijn. Ik kan vanmiddag al komen als je wilt. Om 2:30 kan ik op Schiphol zijn. 2:30? Nee. Dan moet ik net college geven. Nou, dat laat je dan maar eens een keer je assistent over. Nee, dat kan niet. Ik heb het de laatste tijd al veel te bont gemaakt. Ja, met wegblijven natuurlijk. Nou, geeft niet. Ik neem wel een taxi naar je huis. Dan zijn we dan misschien tegelijk. Ja, als je het niet erg vindt, heel graag. Ik zal proberen of iemand je kan afhalen. Tot vanmiddag. Hij komt vanmiddag. Koffie? Ja, hè? Koffie? Ja, graag. Jij weet toch altijd precies wat ik nodig heb. Je bent een schat. Zeg, heeft iemand jou dat ooit al eens verteld dat je een schat bent? Ja, jij? En merkwaardige wijze altijd als ik je iets te eten of te drinken kon brengen. Ja, zou de liefde van mannen toch door de maag gaan? Liefde? Je weet dat mijn vrouw me ervan verdenkt dat ik een verhouding met je heb. Ik geloof dat dat nou net het enige is waar ze je niet van verdenkt. Oh nee, nou dan kan ze toch wel eens ongelijk in krijgen hoor. Nou, daar praten we nog wel eens over, hè. Je hebt nu belangrijke dingen aan je hoofd. Je moet die machine aan het werk zien te krijgen. Eindelijk is iemand die begrip heeft voor mijn werk. Nou, ik zie je straks. Ja, dank voor je koffie hoor, was erg leuk. Goed, ik moet even weg, nog wat boodschappen doen. U bent de secretaresse van professor Burke?
Ja, en? Ik wou u graag een paar vragen stellen. Als u iets te vragen hebt, kunt u dat beter aan de professor zelf doen. Dag, meneer. Het spijt me, maar ik zal moeten aandringen. Meneer, ik ben er niet van gediend op straat te worden aangesproken. En professor Burke heeft contact met Courcel uit Parijs. Klopt dat? Dat zijn uw zaken niet, meneer. En wilt u me nu met rust laten of wilt u dat ik de politie waarschuw? Niet nodig. Alsjeblieft. Oh, u bent van de politie? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Dus Burke is naar Parijs geweest om Courcel te spreken? Best mogelijk. Ik verwacht een beetje meer toeschietelijkheid van u. Anders zal ik me genoodzaakt zien u mee te nemen naar het bureau. En dan zult u gauw genoeg uw medewerking verlenen. Daar hebben wij zo onze methode voor. Begrepen? Dus heeft Burke contact gehad met Courcel? Ja of nee? Ja. En wat is er tussen hen besproken? Geen flauw idee. U wilt toch niet zeggen dat u niet weet waar professor Burke mee bezig is? Niemand op de universiteit weet dat. En ik moet dat geloven? Gelooft u maar wat u wilt. En laat u mij nu gaan. Ik zal mijn beklag indienen tegen uw manier van optreden. Ik hoef dit niet te nemen. We leven hier in een vrij land. Net toen ik de winkel uitkwam. Ongehuurd type, regenjas, slappe hoed. Zoals een detective in een slechte film. En wat moest hij? Hij vroeg over je contacten met Courcel. Hij wil weten waar je mee bezig bent. En wat heb je gezegd? Niets. Ik heb gezegd dat ik nergens iets vanaf wist. Goed zo. Hij probeerde me te intimideren. Hij had een legitimatie. Politie zo te zien. Zo te zien? Weet je dat dan niet zeker? Nee, hij liet zijn kaart maar heel even zien. Wonderlijk hoe mensen zich toch altijd met elkaar moeten bemoeien. Louis, ik ben er niet gerust op. Nee, inderdaad. Heel vervelend. Maar Courcel komt vanmiddag. Kun jij hem gaan afhalen op Schiphol? Ik? Ja, voor alle zekerheid. Goed, als je dat wilt. Maar ik zal hem nauwelijks kunnen beschermen. Ik kan mezelf nauwelijks beschermen tegen kerels als daarnet. Nou, je hebt het keurig gedaan, Katje. Je kunt er toch verder ook niks aan doen. Dus jij gaat hem afhalen. Hoe ziet hij eruit? Heeft dat er nog niet mee te maken? O, ja, natuurlijk. Kleine man. Even in de 50, bijna kaal. Uilenbrilletje. Le professeur Courcel de Paris a prié de se présenter au bureau des renseignements. Le professeur Courcel de Paris. U bent professor Courcel? Jawel, mevrouw. Ik ben de secretaresse van professor Burke. Ik heb een auto buiten. Ah, kijk eens aan. Bijzonder attent van Louis. Dank u, mademoiselle. Ik moet u waarschuwen, professor. We hebben gemerkt dat professor Burke in de gaten gehouden. Wow, dat went wel. Ik word al zo lang in de gaten gehouden. Ziet u die kerel met die snor? Ja? Die zit al achter me aan vanaf de stoep van mijn huis. Maar bent u dan niet bang? Nee, voorlopig niet. De moeilijkheden beginnen pas als de uitvinding klaar is. Als de machine eenmaal werkt. Denk je dat nou echt? Dat ik moeilijkheden zal krijgen als mijn experimenten slaan? Daar zou ik me maar wel op voorbereiden. Dat is de reden waarom ik niet ben doorgegaan toen het prototype eenmaal klaar was. Ja, maar waarom? Alle takken van wetenschap zijn toch gediend van mijn vinding? De geschiedenis, de geologie, de futurologie. Maar daarom juist. Iedere staat, iedere wereldmacht zou een dergelijke machine willen bezitten. Wie zo'n ding heeft, heeft macht. Maar ik wil meer uitvindingen in dienst stellen van de wetenschappen en van niets anders. Het zal anders niet de eerste keer zijn dat wetenschappelijke vindingen worden misbruikt voor bedreiging van de wereldvrede. Ja, misschien heb je gelijk. Ja, toch wil ik er zo vlak voor het einde van een experiment nu niet mee uitscheiden. Kan ik me voorstellen. Maar zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Nou, dan eens kijken. Waar zit de moeilijkheid? Ja. Kijk, ik krijg de voorwerpen niet terug. Tenminste niet ongeschonden. Moet je zien. Ja, ik heb je schema's bestudeerd. Ik heb het je al door de telefoon gezegd. Ik geloof dat je hier de polariteit moet wisselen. Zet eens af. Zo. Probeer nog eens. Zo zou ik het moeten doen. Heb jij een testvoorwerp? Als je er nou echt zeker van bent, kunnen we dan niet beter een stap overslaan en meteen een aapje gebruiken zoals je wilt? Wat is er tenslotte verloren aan een aapje? Hier. Nou, wat doen we? Vooruit of achteruit? Probeer maar vooruit. Hier instellen. 2 maanden vooruit. Daar gaat hij. Dat moet hem zijn. Nu terug.
Laat eens kijken. Het werkt. Het principe werkt. We hebben het voor elkaar. Nu nog een grotere versie bouwen en we kunnen de toekomst en het verleden in. De tijdmachine, Jean. Ja. Gefeliciteerd. Je doet weinig enthousiast. Zie je niet welke mogelijkheden er liggen voor de wetenschap? Zie je niet welke toepassingen... Het spijt me, Louis, maar ik kan je optimisme niet delen. Ik heb je al net al gewaarschuwd. Maar er is nog meer. Er is nog iets anders. Iets anders? Ja. Kun jij die machine afstellen op komende juli? 27 juli, om precies te zijn. Ja, ik weet niet hoe exact de machine werkt. Daar heb ik nog niet meer geëxperimenteerd. Kijk eens, 27 juli, hoeveel tijd zijn er in de stad? Ja. Ja, goed. Gaan we het proberen. Zo, en nu terug. Dat zou moeten zijn. Dat zien. Ben jij nerveus? Maak nou open. Precies wat ik dacht. Dus de machine werkt toch niet op de langere afstand. Wat zou er dan aan mankeren? Waar is de grens? Nee, dat is het niet. Wat kan het anders zijn? Het object verandert niet, althans het zou niet moeten veranderen. Die fasewisseling heeft dus niet geholpen. Heb je hier een Geigerteller in de buurt? Ja, waarom? Nou, geef eens. Ja. Zeg maar, vertel me nog eerst eens. Het ligt niet aan de machine, Louis. Die machine is prima, dat hebben we al net gezien. Kijk hier eens. Allemachtig, bijna de hoogste uitslag. Alsjeblieft, dat diertje staat stijf van de radioactiviteit. Dat wil dus zeggen dat het proefdier op zijn reis door de tijd ergens voor of op 27 juli aan een sterke radioactieve straling moet hebben blootgestaan. Precies, en dat was nou net waar ik al bang voor was. Maar dat zou betekenen dat... Juist, dat betekent het. Professor Louis Burke, vooraanstaand geleerde en docent aan de universiteit, werkt in het geheim aan een nieuwe uitvinding. Een tijdmachine waarmee reizen door de tijd mogelijk zijn. Met behulp van een Franse collega, professor Courcel, vervolmaakt hij het prototype. De beide geleerden doen hun eerste experimenten. Dood. Precies wat ik dacht. Dus de machine werkt toch niet op de langere afstand? Wat zou er dan aan mankeren? Waar is de grens? Nee, dat is het niet. Wat kan het anders zijn? Het object verandert niet, althans het zou niet moeten veranderen. Die fasewisseling heeft dus niet geholpen. Heb je hier een Geigerteller in de buurt? Ja, waarom? Nou, geef eens. Ja. Zeg maar, vertel me nog eerst eens... Het ligt niet aan de machine, Louis. Die machine is prima, dat hebben we al net gezien. Kijk hier eens. Allemachtig, bijna de hoogste uitslag. Alsjeblieft, dat diertje staat stijf van de radioactiviteit. Dat wil dus zeggen dat het proefdier op zijn reis door de tijd ergens voor of op 27 juli aan een sterke radioactieve straling moet hebben blootgestaan. Precies, en dat was nou net waar ik al bang voor was. Maar dat zou betekenen dat... Juist, dat betekent het. De tijdmachine door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Dramatische voorstelling van zaken, vind je niet? Afgaande op deze ene proef kun je toch niet stellen dat... Er is hier van dramatiseren geen sprake, helaas. Ik kan jou vertellen... Misschien ben ik in die tijd hier zelf al bezig met proeven waarbij radioactiviteit... Als je me nou niet in de reden valt... Of misschien is de kerncentrale hier in de buurt wel ontploft. Ja, maar luister nou... Als je nou met alle geweld aan een oorlog wil denken, dan kan het toch best een plaatselijk conflict zijn. Probeer niet de zaken mooier voor te stellen dan ze zijn, Louis. De enige conclusie die jij wilt trekken uit onze proef is een derde wereldoorlog. Helaas wel, ja. Eén dode radioactieve aap in de tijdmachine. En jij denkt... Het gaat hier niet om één dode aap, Louis. Waar gaat het dan wel om? Jij bent niet de enige op de wereld, Louis, die experimenteert met een tijdmachine. Mijn eigen proeven waren al ver gevorderd, zoals je weet. Ik ben ermee opgehouden om politieke redenen, maar daar kom ik straks op.
Wat jij niet weet, is dat mijn uitvinding al gewerkt heeft. Ik heb ook een proefdier de toekomst ingestuurd, een hamstertje. En dat is ook de 27e juli gestorven aan een overdosis radioactieve straling. In Parijs, 500 kilometer hier vandaan. Maar dat is toch niet alles? Ooit gehoord van Medvedev uit Leningrad? Daar staat niets van bij, hè? Die heeft met zijn uitvinding hetzelfde experiment kunnen doen. En hetzelfde resultaat. Zijn proefdier is op diezelfde 27e juli gestorven. Toen de autoriteiten er lucht van kregen, hebben ze hem, zoals in Rusland gebruikelijk is, meteen in een psychiatrische inrichting gestopt. Maar hij heeft toch een paar brieven naar buiten weten te smokkelen. Hier is de bevestiging. Wil je nog meer bewijzen? Maar dat is onbegrijpelijk. De wereld zou zichzelf vernietigen. De mensheid zou zo krankzinnig zijn om... Dat weiger ik te geloven. Toch is het helaas de enige conclusie die we kunnen trekken. Is het niet mogelijk meer experimenten te doen? Bewijzen te verzamelen? Misschien blijkt wel het tegendeel. Zouden bijvoorbeeld niet een draaiende filmcamera de toekomst in kunnen sturen? Nou, dat soort experimenten zijn op dit moment niet mogelijk. In de eerste plaats zou je een film moeten hebben die bestand is tegen een dergelijke dosis radioactiviteit. En in de tweede plaats, je zou de tijdmachine buiten moeten opstellen om een overzicht te krijgen. Maar waarom kan dat niet? Daar zouden ze je nooit de gelegenheid voor geven. Ze? Wie ze? De overheid. Ik heb je net verteld wat er met Medvedev gebeurd is. Dat zou hier niet kunnen. Oh, nee. Jij weet toch hoe mij in Frankrijk het werken onmogelijk gemaakt is? Maar ik begrijp het niet. Wat hebben de autoriteiten er nou voor belang bij? Belangen genoeg. In de eerste plaats moet de kosten van alles vermeden worden dat er iets uitlekt van die komende catastrofe. En in de tweede plaats, uitgaande van het feit dat die catastrofe komt, en die komt, daar is geen twijfel aan, dat hebben we met onze eigen experimenten bewezen, doet niemand meer de moeite om een oorlog te voorkomen. Sauve qui peut, redden wie zich redden kan. Dus we hebben eigenlijk met onze experimenten de catastrofe alleen maar in de hand gewerkt. Nou, nu ben jij aan het dramatiseren. We kunnen nu wel in de toekomst kijken, maar wij kunnen de toekomst niet veranderen. Dus jij gelooft dat de regeringen van de verschillende landen op de hoogte zijn? En niet alleen de regeringen. Er is uitgebreid gespioneerd. Maar waarom zou ons dan iets in de weg gelegd worden? Om een overlevingskans te hebben, hebben ze ons toch nodig? Alleen met een tijdmachine kun je misschien ver na die fatale datum opnieuw beginnen. Precies. Iedereen zal dus proberen jou voor hun karretje te spannen. Wie de tijdmachine heeft, heeft de toekomst. Waar dacht je dat Medvedev mee bezig was daar in het gekkenhuis? Waarom dacht je dat mij het vuur zo na aan de schenen werd gelegd? Omdat ik geweigerd heb voor de persoonlijke belangen van een willekeurige groep mensen te werken. Het verwondert me dat ze jou zo lang met rust gelaten hebben. Zeg, wacht eens. Katja, mijn secretaresse, die is pas nog op klaarlichte dag midden op straat aangehouden door iemand die zei dat hij van de politie was. En? Hij heeft haar ondervraagd, haar bedreigd. Maar hij heeft er toch weer laten gaan toen ze zei dat ze van niets wist. Het net is gespannen, Louis. Jij hoeft er alleen nog maar op te wachten dat het wordt dichtgetrokken. Het zal ook niemand ontgaan zijn dat wij op dit moment contact met elkaar hebben. Ik word al maanden geschaduwd. Wat kunnen wij doen? Niets. Ja, maar hoor, Rams. Wij kunnen toch niet zomaar lijdelijk toezien hoe de wereld ten onder gaat. De kennis die wij nu hebben geeft ons de verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Als we die oorlog dan niet kunnen voorkomen... We hebben dan wel de kennis, maar verder hebben we geen enkel middel. Als we nou zo proberen een grotere machine te bouwen en zelf eens onderzoeken wat er voor die fatale datum gebeurt. En als we daarvan dan een rapport uitbrengen aan de Verenigde Naties. Allemaal prachtig bedacht, maar volslagen onmogelijk. Nogmaals, wij hebben geen middelen. Waar zouden we het geld vandaan moeten halen om een machine te bouwen met een goede bepansering? Om nog maar te zwijgen van de ruimte en de geheimhouding, de tijd. Het zou ons zeker 2 maanden kosten onder de meest ideale omstandigheden. Toch wil ik het proberen. Hoe? De universiteit? Als ik Vermeersch, dat is onze rector, zou kunnen overtuigen van de noodzaak... Wat is dat voor man, die Vermeersch? Hij staat wel open voor originele ideeën. En als je hem eenmaal mee hebt, dan zal hij ook voor je vechten. Er is een kans dat we hem voor ons plan kunnen winnen. Ik zie het op dit moment als de enige mogelijkheid. Ik zal zien of we hem vanavond nog te spreken kunnen krijgen. Dus daar ben je al die maanden mee bezig geweest. Met een tijdmachine. Het is wel een droevige bekroning van je werk, deze ontdekking. Het is allemaal bijna te fantastisch om te geloven. Wat vindt u van ons plan? Het lijkt me de enige mogelijkheid... Het is 5 voor 12. U laat wel een verantwoordelijkheid op mijn schouders, heren.
Zou je niet beter de regering kunnen inlichten dan te proberen op eigen houtje aan het werk te gaan? Courcelles heeft daar erg slechte ervaringen mee. Ja, en Medvedev ook. We lopen ook hier de kans dat we gedwongen worden een grotere machine te bouwen. Niet in het algemeen belang, maar als ontsnappingsmogelijkheid voor een kleine groep bevoorrechten. Ik ben bang dat Courcelles gelijk heeft. Mogelijk. Mogelijk. En u hebt natuurlijk gelijk. Het is beter dit soort zaken in eigen hand te houden. Hoe bedoelt u? Als er dan toch maar een kleine groep kan overleven, is het beter dat we zelf uitmaken wie dat zullen zijn. Wie er de toekomst ingaat, ver voorbij die fatale datum. Dat zullen natuurlijk in de eerste plaats u beiden zijn, dan ikzelf. Bezwaren, professor Courcelles? Tja, nee, gaat u maar door. Ik zal u ten spoedigste een lijst voorleggen van de mensen die ik het meest waardevol acht. En ons plan dan? Om de maand juli te exploreren en de resultaten aan de Verenigde Naties voor te leggen? Natuurlijk, natuurlijk. Een uitstekend plan, maar we moeten, heb ik begrepen, op het ergste voorbereid zijn. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben, professor Burke? Een dikke maand. Als ik alle faciliteiten krijg. Die zult u hebben. Het is goed dat u bij mij gekomen bent met uw problemen, heren. Ik zal vleugel B laten vrijmaken. Dan kunt u beschikken over alle laboratoria en over de nodige assistenten. Die krijgen uiteraard een zwijgplicht opgelegd. Zijn er nog andere veiligheidsmaatregelen mogelijk? Nou, we zullen uiteraard het gebouw afsluiten voor een bevoegde, maar ik kan toch moeilijk een politiecordon om de universiteit daar te leggen. Dan kunnen we onze activiteiten meteen aan de grote klok hangen. Ik ben bang dat u gelijk hebt. Nou, dan zullen we maar het beste van moeten hopen. Als het mislukt. Uw kansen zijn mijn kansen. Ik zal voor u doen wat ik kan. U kunt op mijn volledige medewerking rekenen. Nou, we kunnen in ieder geval meteen beginnen. Ik voel me een stuk beter nou ik weer iets kan doen. Die Vermerks viel me anders bar tegen. Waarom? Hij wil alleen maar meewerken uit eigen belang. Het kan hem niet schelen of we nog wat zouden kunnen doen om het gevaar af te wenden als hij maar een sprong in de tijd kan maken. En dan wil hij meteen nog even God de Vader spelen door uit te zoeken wie er allemaal mee mag en wie niet. Hij is al net zo erg als die andere. Maar we hebben in ieder geval de faciliteiten. Had ik dan soms zijn aanbod af moeten slaan? Nee, natuurlijk niet. Op deze manier hebben we in ieder geval nog de meeste kans om ons plan te realiseren. Maar je denkt toch niet dat je binnen een dikke maand klaar bent met zo'n machine? Je mag blij zijn dat het je niet meer dan 2 maanden kost. Weet ik wel, maar als ik hem dat gezegd had, had hij misschien niet toegehaald. Als we eenmaal begonnen zijn, kan hij niet terug. Nee, dat is nog niet zo gek bekeken. Ik ben benieuwd of de geheime diensten van de verschillende landen ons zo lang met rust zullen laten. We zijn er. Och, daar ben ik niet zo bang voor. Huh? Waarvoor? De geheime diensten. Oh, nee. Jij hebt er tot nog toe nog weinig last van gehad, hè? Nou, hier hebben we er misschien minder last van dan in een wat groter land. Sinds wanneer bestaan er grenzen voor geheime diensten? Zo, later op tafel, uw schone volk. Hallo, Hattie. Hallo, Hattie, hallo, Hattie. Waar komen jullie vandaan? Hattie, alsjeblieft, we hebben een gast. We hebben een gast, die is goed. Ik zit weer de hele avond alleen thuis, terwijl jullie op stap gaan. We zijn bij Vermers geweest, als je het weet. Ja, 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 dat zal wel. Waar het over ging, dat mag ik zeker niet weten, hè? Je houdt me altijd overal buiten, je doet maar. Het spijt me, Jean. We hebben zaken van het grootste gewicht besproken, mevrouw. Waarom bespreek je nooit eens een keer wat met mij? Kom, Jean, we gaan even naar mijn laboratorium. Het heeft geen zin, Hattie. Morgen praten we wel verder. Morgen hoef je niet meer met mij te praten. Denk maar niet dat ik me zo ongestraft heb behandeld. Het is een schandaal. Het spijt me zo dat je hier getuige van moest zijn. Het is niet makkelijk je op je werk te concentreren en toch nog iets van een huwelijksleven in stand te houden. Maar ze bedoelt het niet zo slecht. Inderdaad, ze bedoelt het eigenlijk heel goed. Wat is dat? Waar komt u vandaan? Wat doet u hier? Uw vrouw was zo vriendelijk ons te waarschuwen dat u hier in huis een gevaarlijk experiment bezig bent. En zoals u weet, is dat streng verboden. U zou de omgeving in gevaar brengen. Wat wilt u van mij? Wel, ik ben eens even polshoogte gaan nemen en ik zie dat ik precies aan het goede adres ben. De uitvinding van professor Burke. U steekt uw licht onder de koramaat, professor. Er zijn mensen genoeg die belangstelling hebben voor uw tijdmachine. Waarom hebt u daar zo lang zo geheimzinnig mee gedaan? Mijn experimenten gaan niemand iets aan. Hoi, professor. U doet uw experimenten met gemeenschapsgeld. En zoals gezegd, er zijn mensen genoeg met belangstelling voor uw uitvinding. En om u nou tegen die mensen te beschermen, zullen wij beginnen u in verzekerde bewaring te stellen. Maar dat is... En u, meneer, Courcelles... Als ik me niet vergis. U wordt onmiddellijk uitgeleverd. Ik meen me namelijk te herinneren dat u in Frankrijk een uitreisverbod is opgelegd.
De Franse autoriteiten zullen blij zijn dat ze u terug hebben. U hebt zeker wel een arrestatiebevel bij u. Natuurlijk, natuurlijk. Bij ons gaat alles altijd volgens de regels, alstublieft. Zo, en als u nou zo vriendelijk zou willen zijn mij te volgen... en denkt u erom, ik verwacht geen tegenstand. Het huis is omsingeld. Ik heb het je gezegd, Louis. Ik wil niet langer met een gekke professor onder één dak leven. Ik heb de politie gebeld. Daar hebt u goed aan gedaan, mevrouw. Uw man was met gevaarlijke experimenten bezig. Zie je nou wel? Het hele huis had wel in de lucht kunnen vliegen. Hattie, bedankt. Uit naam van de hele mensheid, bedankt. Dit is professor Burke, excellentie. Dank je. Ik wil even onder vier ogen met de professor praten. Begrepen? Natuurlijk, excellentie. Ik doe de deur dicht. Als u klaar bent, kunt u hier bellen. Prachtig. Bedankt. Dus u bent nu professor Burke. Het doet me genoeg u eens persoonlijk te ontmoeten. Zij het onder wat minder gunstige omstandigheden. Ja, ja, met wie heb ik het genoegen? U kent mij niet. Spet. Ik ben de minister van Binnenlandse Zaken. Oh, ja. Ik slaap me misschien wel eens wat te veel op in mijn studeerkamer. Ik bemoei me nooit met politiek, ziet u. Uitstekend, uitstekend. Politiek is voor politici. Dan moeten leken zich maar liever buiten houden. Dat geloof ik ook, ja. Als je er als buitenstaander ooit maar ook maar mee in aanraking komt, zit je het volgende ogenblik in de gevangenis. Ik begrijp dat u verbitterd bent, professor. Maar u moet uw arrestatie niet als arrestatie opvatten. Ja, ja. Ik begin nu iets meer van politici te begrijpen. Ik zit hier in een cel met een stalen deur ervoor en u komt me vertellen dat ik dat niet als een arrestatie moet opvatten. Ja. Inderdaad. Uw verblijf hier is meer om u te beschermen tegen gewetenloze elementen die misschien misbruik zouden maken van uw kennis en uitvindingen. En dat brengt me meteen bij het doel van mijn bezoek. Wij willen er in de eerste plaats zeker van zijn dat de informatie die u gekregen heeft in de loop van uw experimenten strikt geheim blijft. En ten tweede, wij willen de garantie dat u uw uitvinding in dienst zult stellen van een kleine groep die zichzelf belangrijk genoeg vindt om te overleven. Druk ik me duidelijk genoeg uit? Ja, ik geloof het wel, ja. U bedoelt professor Vermeersch? Onder andere. Wij zijn van oordeel dat uw machine ten dienste moet staan van de leiders van het volk. De op democratische manier gekozen leiders. Ah, juist. Ja. Als ik het goed begrijp, zijn er nogal wat kleine groepen die zichzelf belangrijk genoeg vinden om te overleven. Het gaat hier om een democratisch gekozen groep, professor. Het gaat hier meer om een alibi, als ik het zo mag zeggen. Wat kunnen mensen die geen verstand van politiek hebben zich toch onparlementair uitdrukken? Spijt me, ik ben gewend logisch te denken. Denkt u dan nu logisch na? Bent u bereid met ons samen te werken? Ja, maar dan zou ik toch eerst graag een paar vragen willen stellen. Gaat uw gang. In de eerste plaats. Gelooft men op regeringsniveau aan die beruchte 27e juli? De geruchten deden al lang de ronde. Uw experimenten zijn alleen maar de bevestiging van wat we allemaal al lang wisten. U ziet, onze inlichtingendiensten zitten niet stil. Waarom neemt de overheid dan geen passende maatregelen? Het leek ons een passende maatregel ons van uw medewerking te verzekeren. U gelooft dus dat er op 27 juli een mondiale kernoorlog zal uitbreken? Jawel. Hoewel het tot nu toe onduidelijk is wie de lont in het kruidvat zal steken. Het is op het ogenblik ongekend rustig in de internationale politiek. Er is niet dat nodig of de lont brandt. En die kleinigheid kunnen wij misschien vinden met de tijdmachine. U bedoelt, als u een machine geconstrueerd hebt waarmee een mens door de tijd zou kunnen reizen, dan kunt u het stukje toekomst voor de 27 juli bestuderen? Ja, precies, inderdaad. Als u daarvoor tenminste nog de tijd hebt. Ik geloof er niet erg in. Ik zie meer in de verzekering van de overlevingskansen van, nou ja, van een zekere elite. En daar hoort u natuurlijk ook bij. Ah, ja, dank u, vrienden. Ach, dat spreekt wel haast vanzelf. Nog meer vragen? Ja. Als het zover is, wordt de bevolking dan ingelicht? Dat is een moeilijke vraag, professor. Ik zou geneigd zijn te zeggen dat het niet veel zin heeft. Of de mensen zouden het niet geloven en dan kunnen we de voorlichting net zo goed laten. Of er breekt een massale paniek uit en ook dat lijkt me ongewenst.
Maar ik moet toegeven, de ministerraad is het op dit punt nog niet helemaal eens. Het enige wat ik u kan verzekeren is, wij zullen een regeling treffen die zo goed mogelijk is voor zoveel mogelijk mensen. Als onze vermoedens juist zijn, zal er niet veel meer te regelen vallen, denk ik. Om terug te komen op mijn oorspronkelijke vraag. Wij kunnen op uw medewerking rekenen. Wat is het alternatief? Er is geen alternatief. Dan is uw vraag overbodig. Het zal niet de eerste keer zijn dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek misbruikt worden voor doelen waar de wetenschap niet achter staat. Het is altijd beter een kleine groep mensen te redden dan iedereen de grond te laten gaan. Als dat voor u dan een motief kan zijn. Goed, ik ga aan het werk. Zo mag ik het horen. Maar dan moet ik onder de beste omstandigheden kunnen werken. U kunt krijgen wat u nodig hebt. Alleen hoop ik dat u zult begrijpen, wij zullen u en uw medewerkers in strenge afzondering moeten houden. Oh ja, nog één vraag. Hoe heeft u mijn arrestatie aan de pers verklaard? Ja, we hebben onze voorlichting nogal sumier moeten houden. Daar zult u ongetwijfeld begrip voor hebben. Het treft u misschien onaangenaam, maar we hebben de pers laten weten dat u gearresteerd bent wegens verduistering van universiteitsgelden. Het treft mij bijzonder onaangenaam dat u geen elegantere oplossing bedacht hebt. U bent in goed gezelschap, professor Vermes is op dezelfde gronden opgesloten. Ha, hij ook? Natuurlijk, om hem tegen zichzelf in bescherming te nemen. Hij zou zijn mond er voorbij kunnen praten. En mijn vrouw? Zij weet van niets. Zij heeft de intrek bij de moeder genomen. Ik moet haar wel erg ongelukkig gemaakt hebben. Goed, u begint dus morgen. Ik krijg van u een lijst van alles wat u nodig hebt. Dan zullen wij zorgen. Ik vind het vreselijk dat het allemaal zo gelopen is, Louis. Ook die geschiedenis met je vrouw. Ze kan er niets aan doen, Katje. Zo is ze nu eenmaal. Ik denk niet dat ik er ooit nog zal terugzien. Tja, zoals de zaken er nu voor staan. En hoe is het met jou? Werk je niet te hard? Behandelen ze je goed? Kind, ik word in de watten gelegd. Niets meer of niets minder. En de machine? De voorwaarde van ons bezoek was geen woord over de machine. Oh. Hij is zo goed als klaar. Louis, ik kan je hier uithalen. Wat zeg je? Vannacht om 3:00. Maar het heeft in dit stadium geen zin om ermee op te houden. Ik geloof dat we nog een kans hebben, Louis. Maar hoe kun je Laat het nog maar aan mij over. Ik heb contact met een paar mensen die machtiger zijn dan je denkt. Wilt u zo vriendelijk zijn niet te fluisteren, professor Burke? En u ook niet, juffrouw. Oh, nee, natuurlijk niet, denk ik wel. Nou, ik mag hem toch zeker wel iets aardigs zeggen? Iets opbeurends? Het spijt me, voorschriften zijn voorschriften. Trouwens, uw tijd is om, juffrouw. Ja, ik ga al. Dat best, Louis, hè? Tot gauw, hè? Tot vannacht. 3:00. Het wordt kort dag, professor. Ja, ik weet het. Hoe vordert het werk? Goed. Is dit de machine? Ja. Klaar voor gebruik? Zo goed als. U bent toch wel doordrongen van het feit dat het vandaag 25 juli is, professor? Het gaat ook om mijn eigen leven. Zo mag ik het horen. Pragmatisch denken, nietwaar? Het zal wel. U werkt vandaag door? Ja, hè? Ja. Mooi zo. Dan hoop ik morgenochtend van u te kunnen horen dat het voor elkaar is. Dat is dan wel op het nippertje. Ja, misschien hoort u zelfs nog voor die tijd van me. Hé, wacht even. Dus daar ging dat gaan fluisteren over vanmiddag. Verrader? Ik kan het niet helpen. Dat komt ervan als je gevangenen behoorlijk behandeld. Als je te veel vrijheden geeft. Vooruit, mee. Ja, wie zegt dat ze het door mij gemunt hebben? Onschuldig jij. Handen omhoog en lopen. Laat je gevolgen vallen. Maat. Domme. Oh. 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 Niet schieten. Ben jij die burger? Die professor? Ja, maar u moet niet schieten op mensen. Kijk dan toch eens. Aangedaan. En dat? Is dat die tijdmachine? Ja, maar... Prachtig. Zou je ons niet liever eens bedanken? Omdat
uithalen. Jongens, ik heb hem. Hij heeft die machine naar buiten. En dan wegwezen.